1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 10:15. Ik ben de hele ochtend lekker bezig geweest en lekker met mijn pa beneden tv gekeken. Gisteren heb ik deze vlammetjes achter mijn hoesje gedaan. Ik heb ze uitgeknipt. En ik wilde vandaag meer doen dat het iets hoger komt. Dus dat vind ik heel top. De telefoon gaat in de tas, want we gaan eventjes naar de winkels, want er moet ook boodschap gedaan worden. Dus dat gaan we nu doen. Chocolade heb ik uit de tas. De telefoon gaat erin. Let's go. Goed, ik zit in de auto. We gaan even een paar boodschapjes halen. Het is inmiddels 10:30. En dan moet de boodschap gehaald worden. We zijn even aan het tanken. Dat moet ook gebeuren. Mijn pa die is eventjes de benzine aan het afrekenen binnen. En dan gaan we naar de supermarkt. En mijn batterij is 1 streepje. Dus dat wordt niet heel erg veel vloggen vandaag. Dus dat wordt ook de story even opladen. Ik heb trouwens alleen mijn skincare gedaan. Geen make-up, niks op verder. Geen zin in of iets. Ik heb mijn leuke jasje aan. Blauwe broek, trui. En mijn witte Puma's. Dus voor de verandering. Dus let's go. Oké, goed. De eerste boodschappen zijn gehaald. Dus dat is top. Nu gaan we naar de plus. We zijn bij Lidl geweest. En dan hebben we dit lijstje nog nodig. En dan zijn we hopelijk klaar. Ik zocht net naar een pen in mijn tas. Die heb ik er dus weer niet in zitten. Maar dan kan ik mijn lijstje doorstrepen. Maar ik heb geen pen. Dus dat is echt heel irritant. Maar goed, in ieder geval. Naar de plus. Is hier een pen? Nee. Jammer nou. Goed, op naar de plus in ieder geval. Goed, inmiddels heb ik niet zoveel gevlogd vandaag. En ben ik wel weer thuis van het boodschappen doen natuurlijk. We zijn al een behoorlijk tijdje thuis, want het is nu inmiddels het einde van de dag. Het is nu, ik heb trouwens mijn zwarte hoesje omgedaan, zodat die transparant en niet heel erg verkleurt. Maar het is nu dus bijna 5:30. Mijn tijd staat trouwens op de AM en PM tijd. Vind ik fijner. Dus we gaan zo lekker eten. Ik heb trouwens een bedeltje gekocht. Ik heb een met een sterretje. Die zit in het doosje. En ik heb deze gevonden. En hoe leuk is dit? En deze ga ik aan iemand geven. En aan wie ga ik jullie nog niet vertellen? dat blijft nog eventjes onder mij. Maar ik heb een klein planningslijstje gemaakt, want ik heb het idee dat ik vandaag niet zo heel veel heb gedaan. Ik moest de video editen, dat heb ik gelukkig net gedaan. Dus ik ga hem zo meteen even uploaden. Ik moet nog stof en stofzuigen, maar ik denk dat ik dat morgenochtend ga doen. Of zo meteen na het eten nog eventjes. Misschien dat ik dat na het eten even stofzuigen doe, daarna stoffen. Opruimen heb ik wel al gedaan. Keukenopruimen heb ik ook gedaan. Ik ga nu in ieder geval wel even eten, want het is al etenstijd. En koffie halen bij de Kruidvat heb ik ook gedaan, want we waren dus boodschappen gaan doen en vergeten naar de Kruidvat te gaan om koffie te halen. Dus dat heb ik alsnog gedaan, maar uiteindelijk hadden ze niet de koffie bij de Kruidvat, dus moest ik alsnog naar de Albert Heijn om daar koffie te halen. Maar in ieder geval is dat gehaald. Ik heb de bloemen trouwens hier naast me gezet. Het kastje staat nu natuurlijk daar met de spiegel erop. En alle make-up erin en de bloemen staan dus hier nu naast mijn bureau, dus dat vind ik wel leuk. Maar ik ga nu dus eten. Ik ga even mijn telefoon in de lader leggen, want die heeft vannacht ook nog niet opgeladen. Dus de batterij gaat best lang mee. Maar daarentegen moet ik hem wel nu op gaan laden. Dus dat gaan we ook maar gewoon even doen. Ik ga deze in stopcontact hangen. En deze aan mijn telefoon. Trouwens, over hoesjes gesproken. Voorheen moest ik niks van blanco hoesjes hebben of zwarte. En nu, ik vind het zo tof om gewoon een even zwart hoesje te hebben. Het past overal bij. Het staat netjes. Het staat niet kinderachtig met gekke foto's en dingen erop. En een transparant hoesje, je kan er zo foto's achter zetten. En als je het niet wil, dan hou je hem gewoon transparant. Dus ik ben er super blij mee. Maar ik heb dus nu dit kettingje om. Ik ben er super blij mee. Maar goed, ik ga eten en ik vertel jullie later allemaal wel een keer in een vlog hoe en wat met bedeltje. Oké, ik ben omgekleed en ik lig lekker in mijn bed. Ik heb verder niks meer schoongemaakt of gedaan.
voelde me niet zo lekker, dus ik ben eigenlijk de hele avond rustig een beetje aan chillen en tv gekeken. Lekker met iedereen gebeld en gehept en gelet. En ik ga nu slapen, het is 10 uur. Precies. En morgen moet ik om 6 uur op. Want Jesse, mijn kleine neefje, is morgen jarig. En we gaan morgenochtend video bellen om 6:45. Omdat hij eigenlijk om 7 uur al naast zijn bed staat. We willen hem allemaal wakker maken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat worden in ieder geval. Willen jullie zien hoe hij erop reageert en hoe het allemaal gaat lukken wat we van plan zijn? Kijk dan morgen de vlog en dan ga ik nu lekker slapen. Want ik moet over 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, over 8 uurtjes al op. Dus we gaan gauw slapen. In ieder geval. Bedankt voor het kijken in deze vlog. Er is niet zo heel veel geks gebeurd vandaag. Het is een hele gekke, rustige dag geweest. Maar ik zie jullie morgen. Doeg!